naar het podium laten komen. Ja, met vol ongeduld zijn ze allemaal klaar. Michelle Andres, ik stel voor, beste mensen, dat u uw eerste wielerapplaus laat weer klinken. Good luck, ladies. Hier gaan ze van start gaan, dames en heren, onze dames. Wie wordt de opvolger van... Hun handtekening plaatsen met Kenny Jonker, met Andrea ten eerste, met... Watford, 213, Gabriel Schaub, 214, Jessica Finney, 215. Dan eentje uit Israël, dat is 176, Ronnie Fishman en 177. Gisteren, dat betekent Hoek. We gaan de eerste passage aan de finish meemaken, dames en heren, van Marta Baskennelly. Ja, de volgende ploeg, Lisa Max en dan uit de dame uit het UK, Henrietta Colborn. Podium, dames en heren, dat is nummer 141. Dit is de eerste Italiaanse, dat is... Bernard Bol, dat is meestal een, ja... 19. Van het Bieping Team, dames en heren, met uw applaus. Deelnemende formaties, dames en heren, en zo komen ze één voor één. Arjen, met 123 de Française, Aurore Vergoeien, 124 hebben Laura van Gijt. Van de Noorse, Mia Brundel, Otterstedt, 125. Dan uit België terug, 126. Kathleen Sterks en de Nederlandse Naas. En het is het eerste Belgische team bijna, die met een Franse, Noorse en een Nederlandse. Dat is de formatie van de nationaliteit. Wat beter, Stefan, wees gerust. Als we het wielerspectakel terug mogen aanschouwen, trouwens ook hier op de livebeelden. Kan u de wedstrijd meevolgen? Welkom, ladies, to the stage. Deze dames van de Helpmates met ook drie Belgische. En nog twee Belgische dames in dat team van Helpmate. Dat zijn onder meer 130. Tot slot ook nog Christina Terstolt. Ook zij maakt deel uit van deze formatie. Dames. Ja, 42 hebben de Nederlandse, dus Lisa Roethuis-Hetkamp. Dan 243 uit Duitsland, Francisca Koch. 245 ook uit Duitsland, dames en heren. Corrie. Is aan horen, dames en heren. Dat ze stilletjes aan zich mogen gaan opwarmen, want we gaan om 12 uur en 9. Dames, deze van Dolcini van Eik Sports. Ja, de dames. Deze dames waar we er toch ook met argusogen gaan uitkijken straks. Met onder meer hebben Jesse van den Bulke. Alicia Vick, Mieke Doks, uw applaus voor Dolcini van Eiksport. We starten in Dondenijs, maar het was een beetje met pijn in het hart. 201, Evelien Debout. 205 is Lone Weertens. 206 is Kitty of... Martin, we hebben een Portugese in het gezelschap, dat is Maria Martins. En dan de bienvenido en Sofia Rodriguez Ribert nog. U met Pijl Women's Cycling Team, alsjeblieft. Good luck in dat gezelschap, dat is Lisbeth Vasquez Salazar, nog een Kazakse. Potapova, Elena Pirone is er ook bij de Italiaanse en dan de Canadese. Voor de dames van het Lotto Soudal Ladies Team. De leiding van 84 met Annick Braam uit Nederland. Dan de Belgische 85, Marie Dassard. 86, ook een Belgische, Alana Kastrik. En nummer 87, Chantal. Mooi team dat we aan u mogen voorstellen, maar deze keer wel zonder putmonen, dames en heren. Het Lotto. Heel veel succes, dames. Bon chance à vous. En dan gaan we Demi de Jong er heel snel bij vragen. Demi. Ja, derde in de Samijnel. Hier komen ze, dames en heren, met het nummer 101 is dat de Nicole Nesti. Italiaans gezelschap met de nummers 104 tot 106 met Ermefia Begin. Dit zijn ze, onze zes dames die deel uitmaken vandaag, speciaal voor de Brabantse. Dit zijn ze, onze zes dames die deel uitmaken vandaag, speciaal voor de Brabantse pijn. Voltallige equipe met ook wat mixed nationaliteiten.
heten we ze van harte welkom. We beginnen voor de gelegenheid is onderaan in de lijst daar met 67. Monique van der Reden, Nederlandse. Dan hebben we Mia Radoti en dan Urska Bravik, wat Sloveens volk. Volgens de lijsten Urska Zigaard, Anja Lonkika, Gaard, Anja Lonkika. En de Nederlandse, even kijken, Maaike Bolgaard, de Nederlandse die er ook nog op staat. Hotel Valkenburg, ze komt uit Herzelen, dames en heren. Nummer 31, Sophie de Vuist. En nummer 32, Esther van Veen. 33 hebben we Nina Buisman. En dan gaan we de Belgische er heel even uithalen, dames en heren. Laten we hopen dat Notre Dame hier vandaag bij deze Française. Heel veel succes, dames. Dus die van het niveau te volgen. Aan het Cipollini-team die we graag aan u voorstellen. Welkom, ladies. Even kijken met z'n vijven. We beginnen met de Nederlandse Marlijn Swinkels. Dan hebben we de ideaal met de zonnebril op de neus staan. Dus ze verwachten de zon. En dan gaan we eraan beginnen, zoals ik al zei. Een sterke formatie hoor, met de Duitse Janne Lippert. We hebben ook de winnares van de Ronde van Vlaanderen 2017. Mag heel sterk team met Kirschman, die vorig jaar nog tweede werd in deze Brabantse pijl. En er ook Voortje Makai, die in het team van Bikla. Ook zij verdienen 19. Zo gaan we stilaan naar het slot. Nog twee ploegen die hier tot aan het podium moeten gaan. Nummer 5, Marten Lach. Het nummer 6 uit Nederland, Paulien Rooijakkers. En het nummer 7, dames en heren, vorig jaar nog derde in deze mooie Brabantse pijl. We hopen dat deze visie nog in 2000. Tippa, neutralisé, 2 minuten, 2 minutes. Ja. Voor de start. De beelden die ook straks te volgen zijn op de Proxima Sports Facebookpagina vanaf 11:50. Ik kan jullie al aanschouwen. Terug over naar de start van de dames. Ja, waar we alle mensen hier om en rond de nader afsluiting vragen om deze dames toch eens een welgemeend sportief applaus te geven als ze hier de gemeente verlaten onder het goedkeurend oog, het wieleroog van u allen dat pad stuurt voor de tocht van 137 kilometer. En we zien ze pas later in de vroege namiddag terug hier voor de eerste doortocht nadat ze al heel wat hellingen gaan getrotseerd hebben af ja, deze dames. Dat is na 80 kilometer een rode klok van 2 uur gaan we de eerste passage meemaken hier aan de meet. Voilà, nog 1 minuut, 1 minuut avant le départ, nog 1 minuut, 1 minuut to go. En geneutraliseerd blijven we dus achter de motards. Totdat we daar in Sint-Quintens-Lennix zijn, dan gaat Rode Vot naar beneden. En dan kunnen onze rensters koers maken zoals wij dat willen aanschouwen, zoals wij dat willen beleven, deze mooie wielersport. Stilaan gaan we hier van start, de laatste seconde tikken weg. En dan kunnen we vertellen, we gaan dan ook aftellen van 10 tot 30 seconden. En dan gaan we zo stilaan gaan vertrekken met u allen, gaan we aftellen, dames en heren, en uw applaus laten weer klinken. We gaan aftellen, dames en heren, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, met uw applaus, dames en heren, de Brabantse pijl 2019. Voor elite dames die zich op gang trekt richting de officiële start, richting Sint-Quintens-Lennik. En we wensen hen heel veel succes toe. Bon chance à tous. Good luck to everyone. En we zien deze dames terug, zoals Stefan al zei, omstreeks de top van 14.
Thank you.
gaan we ze snel in het vizier krijgen in die laatste kilometers bij de eerste doorloop van deze Brabantse Pijl 2019. Voor de mensen hier aan de streep, wat we u kunnen vertellen. We hebben een 12-koppige leidstersgroep en die hebben momenteel een vrij mooie, comfortabele boning op het eerste gedeelte van het pak, de voorwacht van het peloton, namelijk Denk Stefan 1.20, wat je vertelt. 1 minuut 31, dat betekent dat ze dus nog lokale rollen moeten afleggen met een afstand van een goede 20 kilometer. De volgende passage na deze, dat zal rond 14:26 zijn. Ja, een heel hoog tempo gezond dat ze gaan delen in dat hoofdstrijd gedeelde. 44 kilometer per uur vanuit. Snelste tijdschema, wat dat is. En dan is het nog heel eventjes stilte voor de storm, vooraleer we onze leidersgroep zich hier wegbaant na de aankomst. Op, ik denk, 56 kilometer. We zijn op 1 kilometer van de dames. Met de dames, beter gezegd, op 1 kilometer van de streep. Ja, ja, ze zijn steeds op 150 meter. We hebben afgerond met de dames van het Alexi Polini team die daar nu aan het commando zit. Dat is Jelena Revisia. Van de revisie die daar nu aan het commando zit. En dan hier van het Sunderland-team worden met Rivera. Met daarbij zien we er ook Korte Makai die daar nu als in het veld stelt. We hebben de corona nu gerukt. 1 minuut 31 was de tijdsopname dat we te horen kregen via Radio Tour. We beginnen dus aan de laatste grote ronde. We zullen dus zo nog 3 afleggen. De 3 beste rits. Ik kan het opvoeren van de hier. Met de voorsprong, laatste via de toer, 1.50. We hebben afgeklopt op 150 meter. Een minuut, die Brabantia, seconde, 1 minuut en 14. 21 seconds is het leven van Bunch. Dus 1 minuut 31 is de achterstand voor het peloton. Peloton op sleepdal genomen nu. Met vooraan zit daar even Kamers daarop bij. We komen onder het commando deze keer van ook een Italiaanse Tatiana Guderzo. Marianne was van achter. Jullie van achter? Ja. Dus vooral, we hebben nog 3 lokale rondes, heel vroeg lopen langs en wordt rock tour op parcours hier in de finale van deze Brabantse Pijl.
respecteren. Zij hoeft geen meter werk te doen. De Italiaanse. We gaan ons stilaan opmaken hier aan de streep voor een volgende doortocht. En we gaan ook eens kijken naar de 12 lijsters. In feite is dat erg, jongens. Ik ben een stond. Ik doe dat zo, hè. Ja, want er is nog 40 seconden, dus af.
mensen, we hebben de trommel aan de loper. 32 seconden, er is een drietal op ons met onder meer Arjan Bos, de thuiskampioen Limburg. Ja, met PLA aan het commando. En dan benieuwd hoe het verder gaat met die voorsprong. Nu 20 seconden. Dus dat was rond de 30, moet iets meer zijn dan hoe ze ons heeft, zodat ik aan het vizier krijgen hoor. Ik weet niet waar dat je een punt genomen hebt, maar dit is... De 30 seconden, daar zijn ze, roep met Marianne Hoos, dat is 35 seconden. Achterstand voor de groep Marianne Hoos, Sessorhuis en Pimmerwits. Geeft toch geen indruk, hè? 35 seconds is de way voor de 380's. 35 seconden, achterstand. Dat is een doelwerk, verzuttigd van Marianne Bos was op inspanning. Maar ja, ze moet het doen. Zij moet de kastanjes uit het vuur halen. Daar is het pak al. Ja, we doen het ook. Leven op winst. 1 minute and 5 seconds. 1 minuut, 2 seconden. 1 minuut en 5 seconden. Het is nog twee ronden met 1 minuut en 5 seconden. En dat is de rondetje van het CCC. Moet dat even de campers zijn die daar vooraan de zaken mee gaat controleren. Het is de Poolse hoofd met Gavaniak die daar mee gaat. Dus we zijn 1 minuut en 5 seconden. Wat dat het met Esther van Veen, met Nina Lijsman. Dat zijn twee Nederlandse die we daar ook in de voorste gereden zaken van het pak. Ja. Dit wordt een bijzonder spannende editie van de Brabantse Pijl 2019. Eentje om duidelijke vingers van af te leggen.
Hannen.
En voor dit laat jullie horen voor de 11 dames aan de rij. Laatste ronde. Daniel Hek van Brees. Marianne Vos en Lippert. Marianne Vos en Lippert hebben 31 seconden. Hey! 31 seconden. Hazegie. Met Rutte Marijn, die halve passen aan de kranten. De Nederlandse van Team Summer. Die we gaan eens kijken. Daar is naar de blik kijken van de Nederlandse en de Duitse. We moeten gaan komen, we gaan 31 seconden houden, maar ze zijn de rij aan het verliezen hoor. Dat wordt 37 seconden voor Lennart Lutter en Maya Hoes, Paul Appelbrees. De Nederlandse 37 seconden, 37 seconden, Paul Appelbrees, laatste ronde, 37 seconden, 37 seconden, Daar straks zien ze er het lot als een lot aan haar been heeft. De vorige ronde, als geen meter op heeft gedaan, dat kan je allemaal niet kwalijk nemen. En dan het peloton, ik denk dat dat de vrouw wordt van het over de red naar de ja, ze hebben hun probleem.
Thank you.
Ja, Sophie de Best. Het is mevrouw die je mag aanmaken vandaag. Maar dat is wat is de gevaarlijkste? Nee, vooraan aan het heren. Sofie de Buijs. Jawel. Wat waren ze hier staan aan de strijd? Sofie de Buijs, die al meteen is al het werk van de voorbije maanden de puntjes op de i stelt. Zij wint de Brabantse Pijl 2019. Wauw. Mooi voor onze Belgische wielerfans en al de rest. Kapot. Er was een enige hoop die mee was veranderd, maar uitkijken naar Marianne Vos de Brugge hoor. Ja, niet even gewoon een applaus. Marianne Vos, die moet er nog aankomen. Wat heeft zij op het dijk van de wedstrijd gereden? Daar komt ze, dames en heren. Handen op elkaar voor dit tweetal. Marianne Vos, die hier ook in de net niet op 10 gaat rijden. Maar wat heeft ze een weliswaar een poging ondernomen? Tweede plaats is voor de Italiaanse kampioen, dames en heren, Marta Cavalli, de Italiaanse. En dan op derde plaats, Corinne Rivera. Wat een mooi podium, en wat mogen wij als Belgiërs fier zijn dat op Brabants grondgebied Sofie de Vuist de mooie zegen kan maken na een seizoen van heel tegenslag. Daar is onze kampioen die het gaatje vandaag niet heeft kunnen dichten. We hadden hier een revisie die nog kort er komt voor Ali Cipollini. En daar is Mario Grosman te beginnen. Van Volkera om proberen dat gaatje te dichten. En dat was het net iets te delen aan. Liam Lippert. 31-23-11. En de Duitse die het teamwerk heel wel naar haar hand heeft gezet. Wat een onverzienlijke loping. En wat mooi voor de Belgische dames dat Sophie de Vuist hier dit zegevaar mag maken. De Brabantse Pijlwind. Ja, we gaan aankomstig nog altijd vrij houden hoor, want het peloton moet nog over de strijd komen. De top 3 is gekend, Sophie de Vuist op een tweede plaats hebben we Marta Cavalli. En dan hebben we daar op een derde plaats Corinne Rivera. En daar vraag ik gewoon niet pas, hè? Die is zeker niet te doen. In ieder geval dat niet kunt. Ik weet dat, hè? Vrijheid van in. Met Annick Braam uit Nederland, dan de Belgische 85. Mooi team dat we aan u mogen voorstellen, maar deze keer wel de zes dames die deel uitmaken vandaag, speciaal voor... En dan gaan we de Belgische die al met de zonnebril op de neus staan, dus ze verwachten de zon... Gaan we eraan beginnen, zoals ik al zei. Een sterke formatie hoor, met de Duitse, Janne Lippert, die hier tot aan het podium moeten... De lach. Het nummer 6 uit Nederland. Mooie Brabantse Pijl, rond in de nog groot. En geneutraliseerd blijven we dus achter de Montaars. Gaan getrotseerd hebben al deze dames. Dat is na 80 kilometer rode klok van 2 uur. Gaan we hier van start de laatste seconde tikken weg. In gang trekt richting de officiële start, richting Sint-Quintus-Lennik. En we wensen heel veel succes toe. Bon chance.
Ja, Sophie de Best. Sophie de Best. Sophie de Best. Wat is het? Het is een van de Brabantse band. Het is. Ja, we gaan Akelsen nog altijd zo even vrij houden hoor, want het peloton moet nog over de streep komen. Maar de top 3 is gekend en dat is Sophie de Best op een. We zouden graag eens Geert tot bij ons aan het podium krijgen. Dus Geert, de man die hier ook mee instaat voor deze prachtige organisatie van de Brabantse Pijlen, die vragen we is tot bij ons zodanig dat we de podiumhuldiging in al zijn glorie kunnen laten plaatsvinden. Want er is er eentje om u tegen te zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Allemaal kampioenen bij elkaar, dames en heren. Die gaan we binnen dit en enkele ogenblikken huldigen. De plaatsen 2, 3, 2 en 1, beter gezegd. Die moeten er komen. Je moet hier wel een beetje lachen nou, op stingen af, centrum. Ja, het is naam zeg. Vol. Je kunt door, maar je moet een bosje verstaan. Blad is of Geert van Dijken. Als we de koers even laten lopen, kunnen we zeker eens wat drukte zoals dat normaal is bij dit type wedstrijden. Om iedereen hier tijdig en wel op de juiste plaats te krijgen. We wachten nog heel eventjes en ook tot al onze prominente figuren hier bij ons aanwezig zijn. Dus ook de organisatie. Ja, de kop is er al bij, Sophie. Eerst een mooie overwinning van deze Brabantse Pijl 2019 voor onze dames Riete. Ze was de enige Belgische mee in de kopgroep van 11. Die zijn van 12 en ze kon het afmaken als enige ploegmaat van het Partenland. Ik zou maar zeggen, op en top, proficiat voor onze Belgische. Ja, als je deze kunt kloppen, dan kan deze dame nog meer doen in de Waalse klassiekers. Want ook daar heeft ze in het verleden al bewezen dat ze haar mannetje kan staan. Oh!